We vliegen weer ergens. Van Laar naar wie weet waar. Wamp, dat is de naam van de streek waar we nu weer heen gaan. We gaan een oude koning opzoeken, Zwanke Zwaan, met twee lieve zoons. Ze zijn niet thuis, maar een van die lieve zoons heeft ons ooit uit Hamelen weggeblazen. Jawel, de rattenvanger. En de andere lieve zoon heeft het goed willen maken en is met een pijp uit een dromenorgel, dat in Wamp staat, naar Laar toegekomen en heeft zowaar onze Barendje terug weten te krijgen naar Hamelen. Nou, daar is het bij gebleven. De man is ontvoerd. Waarschijnlijk door onzichtbare heksen. En zo ga je maar door. Er schijnt niet tegen te vechten te zijn. Clovis, de zoon van Zwanke Zwaan. Zo heet hij. En zijn jongere broer, de rattenvanger dus, de enige echte originele rattenvanger, heet Goudriaan. En die is helemaal spoorloos. De figuur naast ons op het kleed kamerbreed heet Nifterik van Spa van Bakzeil bij het Bokkenbochtje. Hij is een oude getrouwe dienaar van koning Zwanke Zwaan in Wamp. Hij zoekt de zoons. Als Nifterik gelijk heeft, dan zit achter de hele ontvoering van die Clovis een vrouw. IJsheks Wenzela, de slechtste vrouw ter wereld. Zegt Thor, zegt ambtenaar Ochterop, knikt Madeleine, schreeuwt Nifterik, huivert Hildebrands hofhouding. Wel, op naar Zwanke Zwaan. Hij schijnt wel mee te vallen. Er is echter een ander klein probleempje. Wenzela de IJsheks trouwt binnenkort met hem. Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walch, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij en het kinderkoor Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Ik ben helemaal niet weg. Ik slaap. Ik probeer te slapen. Buitstip is weg. Ja, kalm nou maar. Wat? Buitstip is weg. Ik ging naar de raadskamer om te kijken of je het goed maakte. Wie? Barend. Ik ging kijken in de raadzaal of je lekker zat. Je zat helemaal niet. Ik wist dat er iets niet goed was. U heeft hem beledigd. Ik zou ook niet willen blijven. Als niemand me geloofde. Als ik net terug was van weg geweest. Ja, laat me dan langs, laat me dan door. Het kan toch niet, want De specht moet gewaarschuwd worden. Ik bedoel, roep de schout. En de stadpoorten moeten hermetisch gesloten worden. Ja. En de balken moeten ervoor. Ja. En de soldaten... Nee, mijn jas. Hoe lang is die al weg? Hij mag niet ontsnappen. Ik weet toch niet hoe lang die al weg is. Oh, allemachtig, dan begint het weer. Nou, ik ga gewoon kijken of hij lekker sliep. Is hij weggekomen? Is hij weg? Begint het lieve leventje weer. Roep de schout. Er is toch ook geen plek om op te sluiten voor een kind. Ik had toch geen andere plaats. En ik moet de jongen toch blijven verhoren. Ik moet toch weten waar de kinderen zijn. En Lidwientje, vlug. Au. Ik heb geen tijd. Wat? Een briefje, hè? Geef hier. Ja, dat kan ik niet lezen. Vlug vooruit. Lees ik het voor? Ja. Beste meneer, de edelachtbare, de burgemeester... Ja, schiet op, dat ben ik. Sla dat maar over. Lees door. Aangezien u mij toch niet kunt geloven, ziet u wel... Ga door! Aangezien Ja, ga door. Aangezien u mij toch niet kunt geloven... Wat ik wel begrijp, maar u mij ook niet de kans geeft om te bewijzen dat ik niet lieg, zal ik de zaak zelf moeten oplossen. Hij is weg. Hoe? Oplossen? Ik,
Ik beloof je, mijn erewoord, het arme schaap. Dat ik alles zal doen om de kinderen terug te vinden en terug te brengen naar Hamelen. Uw eerbiedige dienaar, B. Stip. Oh, en pardon. Wat? Oh, en pardon. Ik heb wat spullen meegepikt. Ik zal ze eerlijk teruggeven. Ooit. Spullen meegepikt. Ooit. Ooit nog. Alarm. De schout. Alarm. De specht. De schout. Nee, laat mij de schout maar halen. Het is toch al veel te laat. Ik kan al lang de stad uit zijn. O ja? Ja, lang en breed. Bedankt. Ja. Wat een dag. Oh. Wat zou Barends nou doen? Ligt eraan of het dag of nacht is in Hamelen. Hij zou wel de held zijn. Hij wordt verwend en hij krijgt lekkers. En iedereen luistert met open mond naar hem. Jammer dat we de gezichten van iedereen niet kunnen zien. Dat hij zomaar ineens terug is. Hé, je hebt Barends een tas nog? Met zijn schoenmakersgerij uit Hamelen. Eigenlijk zielig. Wie is zielig? Nou, Barend. Barend heeft alleen Pint, zijn stiefpa. En dat is een nare man. Nou, vroeger was het een nare man. Tenminste, verder wachtte er niemand op hem daar. Maar eigenlijk... Nou, we zijn straks allemaal terug en dan is hij niet alleen. Zit je goed, jongen? Jouw paleis zal smelten op een dag, Wenzelaar. Het is van ijs. Ijs blijft niet ijs. Je adem is heet, maar je hijgt mijn burcht niet warm, zoon. Ik ben jouw zoon niet. Jawel, je ogen schieten vuur, maar je smelt mijn muren niet daarmee. Wat heb jij met Goudriaan gedaan? Tot ziens, tot na het feest. Zo. Wacht. Waar is Goudriaan? Fix! Fix! Oei. Blaas niet tegen mij. Ik ben je moeder. Jij wordt mijn moeder niet. Dat word je nooit, Wenzelaar. Wacht. Waar is Goudriaan? Wenzelaar. Waar is Goudriaan? Wenzelaar. Je moeder. Je moeder. Wenzelaar. Ze had een lief karakter. Ze had een zacht karakter, Brechtje. En ze altijd voor me klaar met een knoop of een schaar. Een hete bout. Een hete bout? Ja, een hete bout, ja. Als mijn jasje in de kreukels was of dat ik een wijnvlek op mijn vest had... Oh, ja. Dan probeerde ik het zelf met dat te lappen. Maar dan zei ze... Kom maar hier. Dat doe ik wel even. Een vrouwenhand, hè? Een vrouwenhand. Maar mijn oma, die kon zo mooi bloemen zetten in een vaasje. Dan werd het echt feestelijk in de kamer. Toen ik later alleen woonde, in mijn poortwachtershuisje... kocht ik ook wel eens bloemen, hoor. Voor in een vaasje. Maar ja, het werd nooit feestelijk, hè. Nee. Tje, ik moet niezen van primulaas. Oh, van sneeuwklokjes. Ja. Als kind, hè, kreeg ik uitslag van aardbeien. Ja, en in de herfst had ik vaak een lelijke hoest. Oh, dan liep ik met mijn moeder op en neer, op en neer. Naar de chirurgijn, hè? Op en neer, heen en weer. Nee, ik heb van jou ook wel eens de heen en weer gehad, hoor. Dat is zeker besmettelijk. Zeg, Nifterik. Hè? Duurt het nou nog lang voor we in de penarie zijn? Waar? De pina. Nee, hij maakt een grapje, meneer. Nee. Hij bedoelt eigenlijk, is het nog ver weg? Dinges. Wie? Ja. Wamp. Ah, ik heb je gezegd, het is wijd weg. Ja, vindt u niet op. Nee. We vragen toch gewoon maar wat, dat mag toch zeker wel. We hebben trouwens helemaal geen haast, hoor. Nee. Want wij zijn volkomen uitgeblust. Ja. Ziet u, zijn hart is namelijk gebroken. Ah. Ja. Kijk, mijn hart was ook wel gebroken, hoor, een beetje. Maar ja, niet zo erg als dat van hem, natuurlijk, hè. Maar dat komt, hij heeft een echte vrouw gehad, hè. Ja, ik heb alleen maar bemind. Maar hij heeft een echte kans gehad. Zeg. En dan weet u het zeker wel. Hé? Moet ik wat weten? Ach, laat maar. Dus,
Hol naar Jan Kaan, hiernaast. En Jan Kaan, die holt naar de schout. En de hele stad moet uitgekampt worden. Ja, ja? De hele stad. Ja. Nee. Dat kan niet. Dat kan niet eens. We kunnen de hele buurt toch niet alarmeren? Ze zouden denken dat we gek zijn. Ze weten toch niet dat Marietje hier was? Het is toch geheim gehouden? Geheim? Maar hij is er nou toch niet weer? Hij is toch weer weg? Ja, hij is weer weg. Maar hij weet dat ze ooit weer terug waren. Dat weten ze toch niet? Ik kan toch al die ouders van die kinderen die weg zijn, die kan ik niet blij maken met die ene jongen. Zomaar, zonder meer. Het was toch geen dode mus? Nee, het was geen dode mus. Maar nou wel, het kan niet. Nou, hebben we helemaal niemand. Nou is er niks. Wat denk je dat al die mensen zullen zeggen als ze horen dat Barentje terug is geweest en dat hij weer weg is? Dat begrijpen ze toch niet? Dat wordt een razernij, een wilde paniek. Dat rijdt oude wonden weer open. Dat wordt brullen, schreeuwen, huilen. Maar, we kunnen toch niet zwijgen? Zwijgen! U had nooit naar Spits moeten luisteren. De krent. U had de burgemeester wel moeten, de burgerij wel moeten waarschuwen. U hebt meneer Bierenbootsvloot zelf, meneer Bierenbootsvloot, de vader van Bertram niet eens iets verteld. Niemand. Meneer Bierenbootsvloot, dat is een idee. Dat is nog een mogelijkheid. Onbegrijpelijk dom. Ineens komt Barentje terug, zomaar uit de lucht gevallen. Eindelijk is er hoop. Eindelijk is er kans dat we misschien de kinderen zullen zien. En het wientje. Stil. Ik ga naar meester Specht en jij gaat naar meneer Bierenbootsvloot. Ja. Nee. Ik ga naar meneer Bierenbootsvloot. Ik heb meer tact. En jij gaat naar meester Specht. En waarschuw dan Pint, die dronkenlap. Nee. Jij gaat samen met meneer Specht naar de schoenlapperij. De Pint die mag zijn dronken mond niet voorbij praten onder geen beding. Jij gaat naar Specht en jij gaat met Specht samen naar de schoenlappen. Ja. Zeg, niet in uw hemd de straat op. Of wat? Ik zal jaren in mijn hemd. Daar ligt Wamp. Daar waar het zo nevelig is. Maar je ziet niks. Dat is de damp. De damp van Wamp. Oh, mijn vader Sneu sprak er vroeger vaak over. Groot Wamp. Grijswamp. Je kent er wel de nevelingen van Brood? De nevelingen? Nevelingen? Ja. Nee, sorry. Het zwaard van Nar. Het zwaard in het aanblok. Het zwaard van Schopper de Kobold. Kling, klang en daar was golf. Een zwaard in een wat? Het zwaard golf, Mensjewel, dat ontilbaar is. Ontelbaar? Nee, ontilbaar. Het is er maar één. Het steekt in een stalen blok tot halverwege. Tot halverwege? En geen krijgt het los. Geen briesend ros. Heet dat zwaard golf? Huh? Ja. De oven was vol sproeiend vuur. Het ijzer in het hart werd wit. Een kleine schaduw op de muur, want Schoppen was de smid. Een kleine schaduw? Waarom? Nou, de schaduw van Schoppen, Mensjewalg. Hij was een kobold, dat is niet hoog. Hij was de smid. De hamer pletterde heet staal uit erts die ooit de kobold dolf. Dolf, delft gedolven. Ja. Kling, klang, het galmde door de zaal. Kling, klang, en daar was golf. Ah, een oud lied. Ja. Waar is het aanblok? Ik bedoel dit aanbeeld. In Wamp. Oh. Vorst Zwangerswaan bezit het. Ach, jullie kennen toch wel de geschiedenis van de nevelingen? Ja. De neveldingen, wat zijn dat? Nee, de nevelingen. Die woonden in Wamp. Het was een volk van brave helden, stoere vrouwen met dikke vlechten. En de beroemdste neveling was Nar. Die weer een zoon was. Ja, alsjeblieft, Thor, vermoei ons nou maar niet met de namen. Het gaat dus gewoon over een zwaard dat in een aanbeeld staat en dat staat in Wamp. Ja? Ja. En dat zwaard golf, dat steekt tot halverwege in het aanbeeld? Is het erin vastgesmeed? Nee. Smeden, ja. Ja, smeden, gesmeed. Nee, erin gesmeten. Oh, gesmeten. Als een bijl. Oh. In een iep, Mensjewalg. Nou, dat is ingesmeten, is het. Doormidden gekliefd, door dat zwaard. Oh. Ja, als ik een broodje doormidden moet snijden, dan lukt het soms al vaak niet. Oh. Ja, maar wie heeft dat zwaard dan zo diep in dat aanbeeld geslagen? Neveling Nar. Maar dat is zo lang, her. Dat steekt al zo diep. Krijgt niemand het niet los? Nou, er gaat een sproken. Wie? Een sproken. Een ware mare. He? Iets wat men eeuwenlang beweert. Wat waar is, een hardnekkig woord van belang. Wacht eens even, Thor. Jij bedoelt gewoon een waar verhaal gaat er over dat zwaard. Precies, ja. Ja. Er zal lang geen dag zijn, maar eens komt die dag. En op die dag zal er een held komen. Met blauwe blik. Met blauwe blik. En golf zal opwippen uit het staal.
En waar de punt heen wijst, daar moet men heen gaan. En wie niet gaat, vergist zich. Deerlijk. 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 Oh, nou, dat lijkt mij niet onze zaak zo, hè? Dacht ik. Wij gaan toch alleen naar die koning Zwankenswaan om te informeren over ijsheksen en orgelpijpen en zo? Nou, duurt het trouwens nog lang, want ik voel me zo langzaam aan de tapijtkever. We gaan de nevel in. Komen we eruit, dan zijn we er. U bedoelt die nevel daar? Ja, Van Brood. Die dikke mist daar. We zullen elkaar een tijd niet zien. Jij mij niet. En ik u niet, mijn lief. Ik houd uw hand. Het is een nevel tot op het bot. Ge ziet niet en gevoelt niet. Het is een mist in het bloed. Zien we elkaar niet? Voelen we elkaar niet? Daar in de nevel, in de verte waar we op afvliegen? Maar horen we elkaar wel? We gaan dus de mist in. De Dam van Wam. Zeg, liefdrik, zeg het nog wat je net zei. Als we eruit komen, zijn we er dan ongeveer? Ja. Maar is er ook wel eens iemand niet uitgekomen? Wel nee, gekkie. Oh, ja. Niet altijd. Oh. Maar wat doen we dan als we de mist in gaan? Niets. Blijf zitten waar je zit op het kleed. Ja, je gaat er niet naast lopen. Nee. Blijf zitten waar je zit. En verroer je niet. Houd je adem in. Zeg, moet jij een broodje? Wel, Ludmilla. Heb je lang op mij gewacht? Laat mij gaan, Wenselaar. Gaan? Nee, ik heb je nodig. Waarvoor? Ik ga je gebruiken. Maak je weer Ludmilla van me. Vind je jezelf niet mooi? Vroeger was je niet zo mooi, Ludmilla. Ben je niet tevreden? Nee. Schoof en roeren hebben kwaad gedaan, niet ik. Verander hun in een rups en een kraai. Maar laat mij gaan. Daarboven hangt de mist, Ludmilla. Moet ik erheen? Ik wil er niet heen. Daar stuur ik je heen. Ik ben maar een zwakke vrouw. Een heks voor niks. Maar ik heb je nodig. Weet je wie daar vliegen, Ludmilla? Kom. Kijk met je mooie ogen in de bol. Ik zie het. Wie zijn het die daar vliegen, Ludmilla? Zij uit Hamelen, die ik haat, omdat ze Popeye, Eefje, Enoch en Kaag van de Kikkerberg hebben weggejaagd naar links. Zo is het. Daar stuur ik je heen. Heen? Oeh, je stem is niet goed. Drink. Heen? Hoe? Zo is hij beter. Ik stuur je met een wisselspreuk. Barendstip. Terug? Wil jij zeggen dat er sinds gistermorgen een kind van die groep terug is zonder dat jij ons gewaarschuwd hebt? Ik weet dat het verschrikkelijk voor je is, Simon. Maar ik mocht je toch niet blij maken voordat ik zeker wist dat je blij mocht wezen. En Bertram, het Litwientje, hoe is het met hen? Wat weet je van hen? Mijn eigen zoon, mijn enige zoon! Mijn dochter! Mijn dochter. Ik weet het ook niet, Simon. Jouw zoon Bertram en mijn dochter en alle kinderen, die leven volgens de jonge Stip. Ja, maar waar zijn ze? Waar is Stip? Ja, dat is het nou juist. Huh? De jongen die vertelt de meest krankzinnige verhalen waar niemand iets aan heeft. Onzin. Veeën, kabouters, elfen. Elfen? Ja, kikkers en prinsen met een toververgunning. Die jongen die is gek. Nee, die jongen is niet gek. Die jongen is verward. Of liever gezegd, verwacht is het ook het juiste woord niet. Hij zegt dingen die niet kunnen. Echt dingen die niet waar kunnen zijn. Maar waarom die zo vertelt, dat weten we niet. Waar zijn ze? Spreek nou op, man. Bamberger. Bij de sneeuwvijver. Bamberger, waar is dat? Bij Grasp. In Laar. In het land van Asp. Zeg, maak nou alsjeblieft geen grappen. Ja, ze vliegen geregeld in een pompoen door de lucht. Pompoen? Ja, of anders op een vliegend vloerkleed. Ze zien zwevende koffers. En Bertram is een soort van prins. Bertram? Ja, en Hildebrand Brom is een baron. En Brom is de bron van... Nou ja, die jongen die is gek. Die heeft hersenkoorts gehad of zo. Zag die er slecht uit? Nee, buitengewoon goed.
Flink, sterk, gegroeid. Waar kunnen ze dan uithangen? Ja, dat hangt over dat alles hangt een waas. Een geheimzinnig waas. Ja. Bertram, hou me vast. Ik hou je vast. Ik voel het niet. Ik jou ook niet. Hoe weet je dan dat je me vasthoudt? Lief, zijt gij daar? Jawel, lief. Tot ziens, lief. Tot wedervoelens. Tot na de damp, hè? Ik vind het knap griezelig. Dat ik niks zie, dat gaat nog. Maar dat ik niks voel... Hildebrand, zit jij er nog? Nou, hij slaat me dood. Ja, het moet wel, want ik leun tegen je en ik val niet achterover. Lifter, ik van Spa. Ja. Bent u daar? Dat weet je wel. Is iedereen in orde? Ja! Ik ook. Steen, steen, hoe kom ik door je heen? Kijk, kijk, luister toch naar mij. Steen, steen, mijn moeder ziel alleen. Kijk, kijk, laat me toch voorbij. Daarachter is de schaduw van de huizen van de stad. En ik heb de dingen teruggezien waarnaar ik hem mee had. Maar ik hoef niet meer zo nodig, nee, ik hoef niet meer zo erg. Laat me weer door je heen gaan, laat me hier niet alleen staan. Laat me weer door je heen gaan, berg. De smaak van pap en boekwijd brood, ik heb hem weer geproefd. En ik heb mijn voordeur aangeraakt, ik ben niet meer bedroefd. Maar ik heb hier niemand nodig, nee, ik hoef niet meer zo erg. Laat me weer door je heen gaan, laat me hier niet alleen staan. Laat me weer door je heen gaan, berg. Gruisel, gruisel, gruis. Ik ben Nif, de maan kust mij. Niks Assia, Amtenaar Ochtrop Deu. Steen, steen, hoe kom ik door je heen? Kijk, kijk, luister toch naar mij. Steen, steen, mijn moeder ziel alleen. Kijk, kijk, laat me toch voorbij. Ik zie de lage daken daar, maar ik zie geen kasteel. Ik heb hier mee te maken, maar toch ook weer niet heel veel. Nee, ik hoef niet meer zo nodig, ik hoef niet meer zo erg. Laat me weer door je heen gaan, laat me hier niet alleen staan. Laat me weer door je heen gaan, berg. Ik heb de mensen weer gezien, het hoeft van mij niet meer. Wanneer ik hier naar boven kijk, zie ik de grote beer. Oh nee, kleine beer. Maar ik hoef je niet meer zo nodig, ik hoef niet meer zo erg. Berg, steen, steen, hoe kom ik door je heen? Kijk, kijk, luister toch naar mij. Steen, steen, mijn moeder ziel alleen. Kijk. Kijk, laat me toch voor. Aan wakker liggen heb je niets. Doe je ogen dicht dan. Slapen is tenminste iets. Aan wakker liggen heb je niets. Doe je ogen dicht dan. Slapen is tenminste iets. Zeg. Nou, dat lucht op, zeg. Ja, ziezo. Nou, eens even over de rand kijken wat we beneden zien. Wamp. Fraai wamp. Ach, zie. Hoe grijs. Maar mooi. Ja. Zeg, Niftrik. Hè? Als we nou weer teruggaan, moeten we dan ook weer hier doorheen? Ja. Zeg, maar dan vlieg ik liever een blokje rond als hetzelfde is. Hoor. Zo. Nou, dat is allemaal goed afgelopen. Ja, gelukkig wel. Nou, we zijn ook allemaal nog bij elkaar, hè? Hè? Zo, gaan we eindelijk landen, Niftrik van Spa van Bakzeil? Bertram! Daar ligt het waterslot van. Wie bent u? Hm? Ben Loo! Thor! Oh, zoon van Zwanke Zwaan! Bertram, wie is deze... Bertram? Nou, hij kan niet ver weg zijn, hoor. Of wel, of niet? Clovis, dat is hij. Clovis is weer. Bertram! Ja,
je kan nou zeggen dat die jongen Stip vreemde verhalen vertelt, maar wat hij daar zegt over Bertram, dat zou best waar kunnen zijn. Ik bedoel, dat klinkt alsof het iets is wat Bertram gedaan zou kunnen hebben. En als dat de waarheid is, dan is jouw dochter... Maar die jongen is niet gek. Wat hij vertelt is gek. Hm? Ik heb niet gezegd dat die jongen gek was, dat is niet juist. Het was de bedoeling van Spicht en mij om die jongen morgen weer te verhoren. Spicht, die zal eens een keer iets goeds gedaan hebben. De schoolmeester, de krentenkakker. Ah, ik voerde voornamelijk het woord. Ik stelde de vragen. En die jongen gaf overal antwoord op? Ja, dat is het juist. Want die jongen zei, dat raakte kant nog wel. Ik vroeg hem wat de mensen onderweg tegen hem vertelden. Ja? Maar ze ontmoetten geen mensen. Alleen faunen en elfen. Maar waar gingen die gesprekken met die... Nou ja, laat het maar elfen noemen. Waar gingen die over? Dat is belangrijk. Elfen hebben nooit een groene broek. Wat hebben ze niet? Nooit een groene broek. En weet je wat Kabouter Pichel mee gehaald heeft op de Maanberg? Nee? Het record. Eikeltjes zoeken in hoog gras. Zei die dat? Die jonge Stip. Maar Bertram en Litwientje en Koffee en Brommen en al die kinderen... Die zweven er ergens zomaar door de lucht of die wonen op een kasteel. Hoe zit dat nou? Daar is meester Spicht. Wie bent u? Clovis. Hey. Bertram. Waar is Bertram? Bertram! We hebben hem daar gelaten. U hadden elkaar vast. Jullie spraken elkaar net. Jullie voelden elkaar niet. Ja. Bertram! Ik heb ook niks naar beneden horen vallen. Jij? Ja, prettige opmerking hoor. Leuk hoor. Bertram, hij is misschien nog ergens in de mist. Bertram! Bertram! En hoe komt u hier, Clovis? Bent u de zoon van koning Zwankeswaan? En waar is Bertram? U weet waar hij is. U weet het. Is die... Nee. Nee, ik weet wat je denkt. U hebt hem ook terug naar Hamelen geblazen? Is dat waar, Van Wamp? Zijt gij wel? Hoe stroomt het bloed? Snel. Hoe klopt het hart? Wel. Waar komt gij vandaan? Uit de nevel. Wat deed gij daar? Ik kom van mijn nieuwe moeder. Wie? Wie noemt ge uw nieuwe moeder? Wenslade. De ijsheks? Zij? Uw nieuwe moeder? Wat praat ge? Zo praten die nooit. U bedoelt, Wensla is daarboven in de nevel. Hoe kan dat? Thor, hoe kan Wensla hierboven zweven? Hmm. Heeft ze haar huis zo hoog? Ja, wat hij zegt is waar. Ze heeft een nevelslot. Ja. Het is van lichte ijskristallen. Ja. Het zweeft, het heeft geen vaste plek. Ja, het is zoals hij zegt. Ze woont al vele banen boven Wamp. Oh. Wat deed gij bij Wensla? Het is een slecht wijf. Zij is goed. Slecht? Herhaal wat ik zeg. Slecht wijf. Niet, haar hart is goed. Laat je tong zien, hij is zwart. Nee, maar waar is Bertram? Hoe is hij teruggekomen? Wie heeft ervoor gezorgd? U met uw... Die fluit van u? Blaast u ons ook terug? Weet ge de wijs? Kunt ge ze terugblazen? Eerst één, dan twee, morgen weer één en dan is er weer een dag. Oh ja, natuurlijk. Allemaal om de beurt, op het rijtje af. Oh ja, maar haast u helemaal niet. We kunnen best een dagje wachten. Kom, ga lekker zitten. Ja. Bertram is weer naar Hamelen. Maar waarom Bertram het eerst? Waarom niet de kinderen bijvoorbeeld? Dan moet je hem geen verwijten gaan maken, Lietwintje. Wees je dan weer blij dat het weer gaat? Hè? Dat hij niet door die heks is ontvoerd. Zeg, u was toch ontvoerd, hè? Dat dachten wij. Ja, wat was u eigenlijk? U was bezig mij weg te blazen. U was aardig op weg om mijn Hamelen te blazen. Morgen. Oh, maar haast je niks, hoor. Heb je de tijd? Ik voel me trouwens een stuk beter, hè? Oh, ja. Zeg, moeten we eigenlijk wel naar beneden toe? Ik hoef niks meer van die wereld te zien, nou, hè. Ik ga liever naar Brechtje toe. In Hamel. Clovis van Wamp. Hoe komt u op Kamerbreed terecht? Met het been. Stap. Ja, en Wenslaar stuurt u? Waar was u in Laar? Nou, in die stal toch? Daar heeft die Barendje met die fluit. Stil. Ik zag dat het niet ging. Eén ging. Barendje? Ja, twee niet. Iedere dag één. Ja, het zal ook wel moeilijk zijn, hè? Een hele blaas. Ja, hij zal ook wel veel te groot en te dik zijn, hè, meneer Clovis van Wamp. En toen u zag dat het niet lukte, bent u toen weggegaan? Naar Wenselaar. Ja, hoe? Zij riep mij.
Wensla de ijsheks. Ja, avondrood, heksen in de sloot. Dat klopt dus. Dus ijsheks Wensla heeft u gehaald. Alleen? Nee, natuurlijk niet. Nee, toen ik bezig was in dat bos, hè, met het houten hart. Ja, maar ik begrijp nog één ding niet. Nou. Clovis van Damme. Wat komt u doen op ons kleed? Bent u van plan om met ons mee te reizen en ons één voor één allemaal terug te blazen? Ik kom met een boodschap van Wensla. Kom mee naar haar toe. Zij? Wensla? Wat is er zo? Zijt gij warm? Nee, koud als steen. Maar waarom naar Wensla? Zij weet een snellere weg. Terug? Naar Hamelen. Voor ons? Wij allemaal tegelijk? Naar Hamelen? Hoi, 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 hoi. Welkom. Welkom. Mooie gast. Bent u? Hoe kom ik hier? Je ogen zijn ronder dan ik dacht. En je adem giert door je tanden als een wind die snijdt. Wensla. Wensla, de ijsheks. Hoe kom ik hier? Per wisselspreuk. Een weet voor mij, een vraag voor jou. Waar zijn de anderen? Op het kleed? Waar zij waren. Daar. Er is toch niets met hen gebeurd, hè? Nog niet. Wat ga je met hen doen, Wensla? Alweer een weet voor mij, een vraag voor jou. Heeft Nifterik van Spa ons hierin geluisterd, Wensla? Luizen? Wat is luizen? Inluizen. Zoals wezens, zoals jij doen. Nou. Is Nifterik van Spa je helper, Wensla? Nifterik? Nee, hij is een... Wensla heeft geen helper nodig. Ah, je bent mooi. Ludmila had gelijk. En Schorre Schoof kreeg water in haar handen van jou. En roer, hij zei. Hij heeft mooie oren. Is dat zo? Ja, als een faun. Spits, puntig als het blad van een beuk. Laat je ze zonder mij verder gaan, Wensla. Zij op het kleed. Je mag mij hebben, maar laat hun gaan. Wensla wil ze allemaal. Laat ze gaan! Zij gaan. En zij komen. Hierheen. Goed nieuws, want we gaan naar huis. We gaan allemaal naar huis, dus goed nieuws. Goed nieuws, want we gaan naar huis. In een dagje zijn we thuis, dus goed nieuws. Ik zat jaren in de piepzak, in de put en de puree. Ik had de indruk dat er iemand domme dingen met me deed. Dacht ik s'ochtends nog hoe raar, dan dacht ik s'avonds weer hoe jee. Ik heb mijn portie wel gehad, maar ja, alleen. Ik ben veel te lang van huis geweest, zodat ik niets meer weet. Maar de alle dagen wat een variatie bij de vlees. En er zijn dingen die ik allemaal met liefde weer vergeet. Voor mijn pak komt de mond vandaag in kamerbreed. Alles is vergeten en vergeven. Laat ik het u nog een keer beleven. Goed nieuws, want we gaan naar huis. We gaan allemaal naar huis, dus goed nieuws. Goed nieuws, want we gaan naar huis. In een dagje zijn we thuis, dus goed nieuws. Het gaat goed, schep voor de moed, schep voor de moed, schep voor de moed. Bij Lo en Eind komt aan uw bitterheid, uw dagen worden zoet. Ik vind het allemachtig jammer dat ik terugkeer zonder hoed. Maar ik wil geen dagje langer blijven, hoor. Goed, goed, goed. Ik geef al mijn zakken goud, al die dukaten, als het goed beraden paden met die malle ene horen op het voet. Al mijn lakeien en mijn oeras en ook mijn ontroerend goed. Nou zie je dat die hoed het ook geen moer toe doet. Nee, alles is vergeten en vergeven. Laat ik het u nog een keer beleven. Goed nieuws, want we gaan naar huis. U gaat allemaal naar huis. U. Goed nieuws, we gaan allemaal naar huis. In een dagje zijn we thuis, dus goed nieuws, ja. Ik maak een tuintje voor mijn huis en daarin plant ik lekker sla. Ik schrijf een boek van mijn belevenissen zonder te poha. Wanneer er iemand iets wil weten, slaat hij daarin alles na. Ik noem natuurlijk jullie ook. Bla, bla, bla. Jongelui, dat alles duurt nog even. Laat ik het niet nog een keer beleven. Zo is het. Goed nieuws, want we gaan naar huis. We gaan allemaal naar huis, dus goed nieuws. Goed nieuws, u gaat allemaal naar huis. U gaat allemaal naar huis, dus goed nieuws. Goed nieuws, we gaan allemaal naar huis. Zij gaat morgen mee naar huis, dus goed nieuws. Goed nieuws, we gaan allemaal naar huis. In een dagje zijn we thuis, dagje zijn we thuis, dagje zijn we thuis. Dus goed nieuws. Wij moeten...
moeten kosten wat het kostte, let wel vermijden dat de burgerij verneemt alsnog dat Barend Stip teruggekomen is uit waar hij vandaan kwam. Ja, dat is typisch een knoop die jij bedacht hebt, Spicht. De knoop waar de zaak nou in zit. Daar komt geen normaal mens op. Dat bedenkt alleen een adder als jij. Wij hebben als gemeenteraad de verantwoordelijkheid hier. Je praat er mij niet aan. Die jongen die is teruggekomen. Die vertelt de wildste verhalen. Goed, daar gaat het niet om. Het gaat jou helemaal geen donder aan. Je hebt er niet eens een kind bij lopen. Maar al die andere ouders die er een kind bij hebben, waar ze 's nachts om liggen te grienen in hun bed, die weten nog steeds van niks. En jij zet ze maar op. Kalm, Simon. Zo komen we niet verder. Het is een delicate zaak. Een zaak van zorgvuldigheid en tact. Graag geweten dat mijn zoon nog leefde. Liever gisteren dan vandaag. Goed, ik weet het nu. En ik ben een beetje gerustgesteld. Maar ik was er graag bij geweest toen jullie hem ondervroegen. Misschien had ik er nog iets uit kunnen opmaken. Oh, wij hebben alles op papier genoteerd. Ja, ik ben erg precies. Wat jij genoteerd hebt, dat is wat jij belangrijk hebt gevonden. Maar wat jij niet belangrijk hebt gevonden, dat was misschien wel het belangrijkste van allemaal. Warme wijn voor u. Het is het meest belangrijke om nu te bepalen wat met de grootste waarschijnlijkheid de plek is waarheen de jonge Stip de wijk genomen heeft. Niet in de zaak van zijn stiefvader. Als de burgerij hiervan geweten had, dan was hij nooit kunnen ontsnappen. Niemand geloofde. Wat hield hem hier? Hij was gelukkig waar hij was, zei hij. Wat zeg je? Ja, inderdaad. Hij heeft bij mij ook een paar maal gezegd dat ze niet zo erg verdrietig waren. Ze hadden het goed daar. Daar waar het ook was. En waar was die plek waar hij van die ene wereld in die andere wereld stapte? Zijn fantasiewereld bedoelt u. In zijn eigen hoofdje. Die wereld waar hij naartoe is gegaan, schoolfreak. Dan word je trouwens helemaal niets gevraagd. Nou, waar was die plek waar hij van die ene wereld in die andere wereld stapte, hè? Nou? Hij zei dat de kinderen de kei zijn binnengewandeld. Hè? De kei, de berg, buiten de stad. Ach, onzin. Je weet zelf, Simon, wat voor berg dat is. Ja, onzin voor jou misschien, en voor die sul hier en voor mij. Maar niet voor Barend Stip, Willem Wallig. We moeten daarheen. Als hij terug wil, dan moet hij daarheen gegaan zijn. Dat klinkt. Ik zag de achterdocht in uw ogen. Ja, je begrijpt er waarom ik het verhaal van Clovis niet helemaal geloof. Geen idee. Oh? Is de list. Ik had het op een laag cijfer voor list. Op de cursus vooraan staan de toverleerlingen. Heb ik niet. Luister. Hij vertelde dat Wenselaar naar het laar heeft weggehaald. Toen het er niet lukte meer dan een van ons terug te blazen naar Havelen. Ja. Maar wij weten van Arnoud dat er 4 heksen waren. Milo! En er was Wenselaar niet eens bij. Bees! Geen kick geven. We moeten niet doen of hem geloven. Wat? Is de list? Ja. Ik had altijd een laag cijfer voor list. Dat geeft me, Thor. Je bent nu in ieder geval gewaarschuwd. Dat deugt iets niet. Hm. Ik vertrouw Neftrik van Spa van Baksel meer dan ik die Clovis doe. Ja, en dan is er nog iets wat niet klopt. Wat klopt? Ja, deugt. Aan zijn verhaal bedoel ik. Kijk. Hildebrand vertelde dat hij iets noemde. Ja. Hij wist niet meer wat, maar plotseling zag hij de keuken van mijn huis in Hamelen opdoemen. Ja. Waar hij en Brechtje altijd samen zijn. Ja. Die fluit is dus geluidloos. Clovis blaast en iemand gaat neurieën. Maar ik heb Bertram op het kleed in de mist wel horen praten, maar geen moment horen neurieën. En toch is die verdwenen. En Clovis zegt naar Hamelen. Daar hebt ge wat, mensje. Bijlo, list op list. Hoe houdt ge de draad vast in deze kluwe van gedachten? Nou, dat is niet zo moeilijk, Thor. Nou ja, ik ben maar een prins. Kus mij. Bam. Wie bent u? Boudriaan. Wie? Zijn die,
Die Clovis, hè, dat is toch geen praatjesmaker, hè? Want aan babbels hebben we niks, hoor. Maar babbels hebben we genoeg. Naar huis blazen was er nooit bij. Hey, morgen zijn we allemaal weer bij elkaar, hoor. Dat voel ik. Hè? Als we bij die aardige Wenselaar zijn. Ja, ze is aardig, hoor. Ja, en wijs. Ja, zegt hij daar, Clovis. Wijs. Hey, je moet vrolijk zijn, hoor. Zal ik... Ja, dat zal ik. Ik heb hier wat. Wat? Nou, ja, ik had er eigenlijk nog eventjes mee willen wachten tot over een paar dagjes. Want dan pas ben je echt jarig. Jarig? Wist je dat? Ja, Bertram had het me verteld. Oh. Het is eigenlijk voor je verjaardag. Oh. Een tekening? Ja. Je hebt Bertram getekend. Ja, kan je het zien? Nou, ik ben natuurlijk pas bezig nog met tekenen, hoor. Maar ik ben ook eenvoudig begonnen met de portretten van mensen die je kent. Hij is prachtig! Ja. Nou, ik geloof dat deze ook wel aardig gelukt is, ook wel, ja. Ja, nou, alleen zijn neus niet, misschien... maar de rest? Ja. Nou, zijn ogen en zijn mond, dat was ook moeilijk, hoor. Mm. Maar zijn haren, als je het een beetje heel ver van je afhoudt... Ja? Je ogen een beetje dichtknijpt... Nou, dan moet je ze wel flink dichtknijpen, hoor. Hij lijkt er wel op. Ja. Weet je, ik vind koeien zo moeilijk. Schitterend. Mooi. Arnoud, dank je wel. Fantastisch. Ah, je moet gewoon eenvoudig beginnen. Nou, je ogen half dicht doen, nou, en dan teken je gewoon... Ik vind het moeilijk. Oh. Wat is dat? Geef maar, want anders wordt hij misschien nat. Wat is dit? Wij zijn in het Rijk van Wenselaar. Ik maakte vaak te voet een verre reis. Te paard ging ik vaak naar mijn ondergang. Nooit was de hemel zo neerslachtig grijs. Nooit eerder maakte mij wat wolken bang. Zoals de ene voor de ander schuift. En hoe het ijs plots op mijn wimpers ligt, alsof mijn slee door witte vlakten stuift. Je moet goed kijken hoe een neuslijn loopt, en hoe twee ogen in het voorhoofd staan, en hoe één kin zich op de andere hoopt. En op het papier begin ik bovenaan. Ik hou mijn ogen wel een beetje dicht, zodat ik alles extra duidelijk zie. Het makkelijkst is, vind ik, een gezicht. Welkom, vlieg waar ik wijs. Vlieg naar Wenselaars ijspaleis. Welkom, vlieg mijn vinger na. Naar het ijspaleis van Wenselaar. Welkom, vlieg waar ik wijs. Op een kleed voor kinderen zit, die zeggen dat ik morgen bij je ben. Ik zou nu graag bij jou in Hamelen zijn en lachen omdat alles over is en een heel leven met je samen zijn. Wenselaar! Ja, van Wamp, mens.
krampen in mijn linkerwang. Nooit was de hemel zo neerslachtig grijs. Nooit eerder maakte mij wat wolken bang. Zoals de ene voor de ander schuilt. En hoe het ijs plots op mijn linkersneeuwt. Alsof mijn zee door witte vlakken stuilt.